What up, what up, YouTubers? Dit is AC Stanner met een nieuwe video. Luister, we houden dit kort. Weet je. Vandaag gaan we even kijken hoe je Photoshop legaal kan downloaden. Ja, dus let's go. Yeah. Nu, dit is helemaal legaal. Dus ik hoop dat je hiervan geniet, dat het je helpt. En als dat uh, zo is, laat dan even een like voor me achter. Abonneer ook voor uh, toekomstige dingen van mij, video's, poofs, uh, doe het jezelfs en tutorials. Je kan ook in de comments uh, laten weten wat je graag zou willen zien of wat je zelf zoekt of als je vragen hebt of comments of je vindt het gewoon leuk. Drop eventjes een berichtje voor me. Oké, okay, laten we beginnen. Dus het eerste wat je gaat willen doen is klikken op de link in de beschrijving. En dat gaat je naar deze pagina brengen. En als je geen ID hebt van Adobe, dan moet je er eentje maken. Ik heb er wel eentje. En als je het hebt gemaakt, dan kom je weer terug naar deze pagina. En nu dat je uh, signed in bent. Zijn er twee dingen waar je op moet letten? Ze zeggen ook gelijk dat de CS2-producten niet meer supported zijn. Dus dan weet je al van dit zijn de oudere modellen. En daar doen ze niet veel meer mee, dus dan geven ze het gratis weg. Het zegt ook dat je alleen maar de serie-nummers moet gebruiken die bij jouw download horen. Snap je? Die zijn speciaal daarvoor. Nu, je hebt dit allemaal gelezen. Dan klik je op Accept. En dan kies je je taal. Ik pak Engels. Weet je, want ja, het is makkelijker voor mij en zo. Dan ga je naar beneden. Dan zie je Photoshop CS2. En dan zie je Mac of Windows. Dus wat je hebt, dat kies je. Nou, als je Mac hebt, pak je de Mac. Nou, dan klik je daarop. En dan vraagt hij wat je wilt doen. Ik sla hem op als. Als dit op mijn desktop. Dat je ik nogal doen, maar dat maakt niet uit. Het duurt mij ongeveer 5 minuten. Het maakt natuurlijk uit uh, wat, hoe je internet is. Terwijl we daarop wachten, dan uh, stel ik het voor om Photoshop-tutorials te bekijken. Als je in ieder geval een idee hebt als je helemaal geïnstalleerd bent. Nou, dat is bijna klaar. Dan komt dit, next. Nou, heeft hij dat allemaal gedownload? Dan komt dit in je beeldscherm om het te installeren. Dan doe je next. Je accept de license overeenkomst. Je zet je naam, eventueel organisatie en je serienummer. Ik heb geprobeerd om het te kopiëren, te pasten. Het serienummer. Maar dat werkt niet. Dus je moet het handmatig intypen. En ik weet niet waarom ze dat doen. Maar zo werkt het nou eenmaal. Nu. We zijn een stapje verder. Het is helemaal geïnstalleerd. Hier is. En. Het werkt gewoon helemaal 100%. Je kan alles doen, alle opties zijn er. Dus uh, laten we gewoon eventjes iets doen. Een beetje tekst erop zetten. En zoals je ziet, het werkt helemaal. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Weet je, drop zeker even een like. En uh, ik zou zeggen, subscribe naar mijn kanaal. Ik wil zoveel mogelijk subscribers hebben, zodat ik kan blijven delen met de mensen. En mooie dingen kan blijven maken. Weet je wel, waardering is altijd tof. En ja, ik zal mijn best blijven doen om te zorgen dat er ja, nieuwe dingen te ontdekken zijn. Ik zou zeggen, geniet van je dag. Ik hoop dat je mooie dingen maakt met Photoshop. En uh, subscribe, drop een comment. Thumbs up button. Abonneer die handel. En tot de volgende video.